En morgen moeten we dat. Ja. Dat bijna aan 2 uur. Ja, echt stress. The first place. Ik ben Stien en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben vandaag net terug thuis van school en ik ga me nu zo meteen klaarmaken voor de allerlaatste training voor het EK. Want ik ga naar het Europees kampioenschap in Polen, Krakau. Ik heb er echt super veel zin in, het is ook wel een beetje spannend. Ik dacht dat het wel een keer leuk zou zijn als ik ga vloggen op het EK. Omdat ik eigenlijk bijna nooit vlog op wedstrijden en jullie vragen daar altijd wel veel achter. Ik neem jullie gewoon helemaal mee op het EK. Voordat we beginnen met deze video, vergeet geen duimpje omhoog te doen, te abonneren. En dan ga ik me nu klaarmaken voor de allerlaatste training. Bye! Goedemorgen, we zijn vandaag woensdag en dat betekent dat ik eindelijk naar Polen vertrek met het vliegtuig. Dus ja, ik ga zo meteen naar de luchthaven vertrekken en dan zie ik jullie gewoon in Polen. Tot straks! Ik ben aangekomen! Yay! En wat zijn we nu aan het doen? We zijn bij een kasteel. We zijn bij de Starbucks. Wat is Genoa aan het doen? Steentjes aan het plakken. Ja, dat is Genoa. Hey vlog! Dit is Steen. Maar nu de deur nog. Reden waren jullie hier voor zijn. Niet voor mij. We zijn echt goed in vloggen eigenlijk. Ik ben niet de enige geweest. Zeg eens hallo tegen onze vlog. We zijn nu Yatzee aan het spelen. En Genoa zit daar nog steentjes te plakken. Oké, Laura. Kut. Oh my god. Mooi, mooi. Allemaal zussen. Hey iedereen. We gaan nu gaan eten. Middagmaal. En dan vanavond begint de wedstrijd. En hebben we een floorcheck. Dus dan mogen we al een beetje oefenen. Dat is ook niet voor echt. En morgen moeten wij dat. Ja. Spannend. Hoi, we zitten nu in de zaal voor de floorcheck. Wij moeten straks. Ja, we moeten wel even gaan. Ja. Hey. Het is nu al 9:15. En we moeten morgen. Allee, ik moet morgen om 5 uur opstaan. Ik ook dus. En Brits is nog steeds niet geweest, dus moeten we blijven op de sporten. Ja, we gaan kijken hoe we dat morgen. Morgen is echt een super lange dag, want we moeten in de avond ook nog een keer. Maar we gaan eerst nog goed supporteren voor Brit. En Tille en Lisa zijn net geweten of kijken. Steen en Snoa zijn nu aan het opwarmen. Het is nu bijna aan 2 uur. Thank you.
Hey iedereen, we hebben net allemaal de halve finale gedanst en het ging echt keigoed. En we mogen allemaal naar de finale. Woehoe! Wij staan met trio voorlopig derde en hopelijk blijft dat zo in de finale. En ik sta zesde. Wij als duo staan vijfde. Met team sta ik vijfde. En met zo'n zesde. Dus allemaal keigoed. Woehoe! En nu gaan we denk ik eten, want we hebben wel honger. En dan supporter voor team, want die moet nog dansen. Bye! Spannend! Ja! Kom aan! Anders, ja, we zijn gewoon de beste. Voilà. Ons zijn ze niks. Ja, dat is waar. Goedemorgen allemaal, we zijn vandaag zaterdag en dat betekent de laatste dag van de wedstrijd. En vandaag dansen we de finales. Echt super leuk, want iedereen van Reaction is door naar de finale. Het is nu 9 uur, dus we gaan ontbijten. Maar we gaan eerst weer Snoa en Nel proberen wakker maken. Poging 2. Ja, poging 2. Weer mislukt. Oké, dan gaan we gewoon ontbijten. Dat is niet veel, ik heb net gedrukt. Er was geen plaats meer te zitten, nergens. Nu hebben we hier een beetje plaats vrijgemaakt. Zelf voorzien in mij. Ja. Ik had geen bord, geen bestek, geen kommetjes, geen brood. Ja, nu ben ik aan het vloggen. Ik kan ontzettend zeggen dat er nergens plaats was. Ik zie dat je gaat nu opwarmen. Ze zitten daar. Oei, dat is zo. Heb je al gedanst? Ja. De vijfde. Kut. Dag Steen. We wensen jullie heel veel succes in de finale. En dat jullie het heel goed gaan doen. Maar we gaan dat sowieso knallen. En ja. Jullie pakken zijn heel mooi, jullie dansen heel mooi, jullie dansen heel goed. Jullie liedjes mooi. Jullie liedjes mooi. Het thema is leuk. Dus jullie gaan het knallen. Pakt zin! Oh!
net de finale gedanst en nu is het eruit de trekking. Spannend! Zieke stress. Ja, echt stress. Misschien wel. We hebben ons best gedaan. The first place. Czech Republic. Ja! The first place, and most winner goes to the greatest showman, en nu feesten naar de McDo. Ja. Eten. Dit was echt onze droom om gewoon derde te worden. En oh my god, zo mooi. McDo. Niet een lege fles wijn. En geen stukje die bij jou fijn kunnen zijn. Een levering. Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet. Het is een nacht die wordt gezocht. We zijn vandaag zondag en dat betekent dat we nu naar huis gaan. We zitten nu op de luchthaven en morgen is het school. Eeuw. Maar het is echt super goed gegaan het EK. We zijn allemaal kei blij. Dus hierbij sluit ik de video af. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Dag! Amai! Niet. Oké, wie gaat dat zeggen? Allemaal. Nee, dat doe ik. Oké, ik. Nee, doe jij maar. Oké, Stina Tio gaat nu op. Dat is goed! Nee, opnieuw. Opnieuw, take two. Oké, Stina Tio gaat nu op. Nee, ik was niet zo. Take three. Kut. En zeg mij hoe ik het moet afzetten, dan kan ik zo'n dramatische eind doen. Hier over het rode bolletje duwen. Wacht hè, vrienden. Het rode... Zo, alsof... Ja, stond er. Nee! We zijn er nog niet. Oké, 3, 2, 1. Slaapul was de tekst. Nee. Slaapwel. De kijkers gaan dat toch niet geloven als ik helemaal mijn gesminkte kop zeg slaapwel. Het is nu 2:45 en we gaan haar proberen te laten schrikken. En Genoa gaat aan de deur kloppen. Ik ga achter de deur staan. Want jij klopt gewoon en dan ga je ook weg, oké? Ciao.